Hallo allemaal. Zeg, wat een leuke bende hier. En ik ga jullie een verhaal voorlezen over de Boekenberg. En Lucas, die wist het al van toen hij klein was. Hij was geboren om te vliegen. Zien jullie de ballons? Ja. Hij kon urenlang kijken naar de vogels. En naar de vliegtuigstrepen hoog in de lucht. Hij probeerde miljoenen soorten vleugels te maken. Kleine, grote, met veertjes, van papier of van karton. Maar kon hij vliegen? Geen succes. Maar Lucas gaf niet op. Elk jaar schreef Lucas een brief aan de kerstman en daarin vroeg hij: Kerstman, alsjeblieft, 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 een paar vleugels waarmee ik echt kan vliegen. Maar lukte dat? Ook niet. Hij kreeg mooie plastieke vleugels of andere verenvleugels, maar hij kon er niet mee vliegen. En op zijn verjaardag kreeg Lucas een mooie taart. En hij blies de kaarsjes op zijn taart uit en hij deed de wens die hij elk jaar deed. En wat zou die wens zijn, denken jullie? Kunnen vliegen natuurlijk. Lucas wou kunnen vliegen. En zijn slimme mama die zei: Lucas, ik weet hoe jij kan leren vliegen. En weet je wat zijn mama deed? Ze stopte hem een boek in zijn handen. Kan je met een boek vliegen? Nee. Nee. Maar Lucas zette zich neer en hij begon te lezen. Niet één boek, maar wel tientallen boeken. Het een na het ander verslond hij. En hij begon te fantaseren en hij leerde van alles uit die mooie boeken. En hoe meer boeken hij las, hoe sneller hij ook ging lezen. Ja, Lucas kon niet meer stoppen met lezen. En toen zag hij ook dat er niet alleen boeken in huis waren, maar ook in de tuin. En die begon hij ook allemaal te lezen. Hij maakte er een stapel van. Hij ging er gewoon bovenop zitten. En hij begon te lezen. En iedereen kwam hem boeken brengen. Zijn vrienden, de buren, de vrienden van zijn buren. Ja, en zo kwam het natuurlijk dat zijn berg boeken bleef groeien en groeien en groeien. En op een gegeven moment kwam Lucas niet meer naar beneden. En zijn moeder was wanhopig. En wie kwam er om hem naar beneden te helpen? Ja, Gruffalo, de brandweerman. Maar Lucas, die wou niet naar beneden komen. Die wou alleen nog maar lezen. Lezen, lezen, lezen. En toen Lucas alle boeken uit de buurt had gelezen, dan kwamen er busjes met boeken uit de plaatselijke bibliotheek. En die boeken, die bleven maar groeien en groeien en dat werd een echte grote berg. En Lucas werd zelfs zo beroemd dat hij in het nieuws kwam. Ja, hebben jullie al eens een jongen zien zitten helemaal van boven op een berg? En toen de mensen ervan hoorden, kwamen ze zelfs met de auto kijken naar die jongen op die boekenberg. Ze kwamen aan met hun busjes, met auto's, iedereen wilde dat zien. En Lucas die bleef maar doorlezen, in regen en wind. Hij kon zelfs de vliegtuigen zien van op zijn boekenberg. En dankzij de verhalen die hij las, kwam hij heel veel te weten over de wereld, over de geschiedenis. En kon hij fantaseren over andere mooie werelden. En ineens begreep hij wat zijn slimme mama bedoeld had. In het echt kon hij misschien niet vliegen, maar wel in zijn fantasie. Lucas was al beginnen vliegen van het allereerste moment dat hij een boek las. En hij besloot dat hij naar zijn mama moest om haar dit te vertellen. Maar hoe moest hij dat doen? Hij zat daar helemaal bovenop die boekenberg. Kijk, met zijn fantasievlieger natuurlijk. En zo kon hij inderdaad vliegen. Zoals hij dat eigenlijk al gedaan had vanaf het eerste boek dat hij beginnen lezen was. En jullie zien het. Dit is het einde van ons mooie verhaal.